weekvlog. Het is vandaag maandag en het is al middag. Ik heb vandaag eigenlijk de hele ochtend in mijn bed gelegen. Ik heb net heel eventjes gedoucht en ik heb net een nieuwe MacBook besteld. Als je mijn vlogs een tijdje volgt nu, dan weet je misschien al wel dat mijn MacBook kapot is gegaan een paar weken geleden. En dat ze de hele tijd een beetje aan het kloten waren met wat er nou mis mee was. En uiteindelijk was dus een moederbord kapot en zou ik dus zeg maar geld terugkrijgen. En ik heb zelf ook nog wat geld bijgelegd, zodat ik gewoon een nieuwere versie kon kopen. Want ik had zeg maar de MacBook Pro 2017, had ik. En afgelopen week heb ik dus een beetje op mijn vaders MacBook, zeg maar, kunnen werken. Om dan bijvoorbeeld mijn video's en zo op te werken. En die vond ik heel erg chill. En dat is dus de MacBook Pro 2019. En die heeft ook zo'n touchbalkje. En ik vond het heel chill werken. Dus ik heb zelf nog even mijn spaargeld bijgelegd om ook deze te bestellen. Dus die komt dus goed overmorgen binnen. En tot die tijd kan ik nog even op mijn vaders laptop aan de slag. Maar daar ben ik echt zo blij mee. En als het goed is, gaat het ook nog lukken om de data van mijn oude laptop over te zetten dan op mijn nieuwe laptop. Want er stonden dus nog een aantal dingen op mijn laptop die ik eigenlijk echt heel erg nodig heb voor mijn examen en zo. Dus als het goed is, kan dat binnenkort ook nog gebeuren. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik ga zo eventjes lekker wat filmpjes kijken. En ik denk even mijn nagels lakken. En de laatste tijd, ja, ik weet niet wat het is. Maar ik vind gekleurde nagellak gewoon echt niet meer leuk bij mezelf staan. Dus ik doe er dan nu elke keer gewoon zo'n nagellakverharder of nagelverharder op. En dan heeft het een mooi glansje. En hij werkt. Tenminste, het is geen nagellakverharder. Het is een base coat. Deze. Van de Ethos. Volgens mij ook echt super cheap. Maar deze gebruik ik dan. En dan doe ik hem gewoon op. En dan laat ik het een weekje zitten. En dan haal ik het eraf en doe ik een nieuw laagje erop. Maar goed, ik ga nu even lekker filmpjes kijken. Ik wil even een glaasje cola. Deze week komt ook twee bestellingen van de Zara binnen. Maar ik ga een aparte shoplog doen. Want ik heb ook een pakketje van Naked ontvangen. En er moet nog een pakketje binnenkomen. Dus dan lijkt het me leuk om daar een shoplog van te maken. Een soort lente shoplog. Dus die komt denk ik niet deze donderdag online. Maar voor jullie denk ik aankomende donderdag. Want ik heb voor jullie afgelopen donderdag heb ik al een video gepland staan. Dus dat. Ik ga nu lekker chillen en ik zie jullie straks weer. Het is nu 11:15. Ik heb net allemaal dingen besteld om armbandjes en zo mee te maken. Want ik zat dus de vlog van Monica Geuze te kijken. En ze had dus allemaal dingen gekocht. Vroeger maakte ik dus altijd armbandjes. Dus ik heb ook echt nog heel veel van die dingen liggen. En toen ging ik even online kijken op van die webshopjes. En nu heb ik allemaal dingen weer besteld om armbandjes mee te maken. Ik weet trouwens niet of ik de enige ben. Nou, waarschijnlijk niet. Maar ik dacht eerst echt van met die, dat je dan binnen zit en zo. Van, oh, nou, dan geef ik misschien een keer wat minder geld uit. Maar ik geef juist meer geld uit. Ik ben echt aan het bestellen tot mijn leven er bij neervalt. Dat is niet oké. Maar goed, ik ga eventjes naar beneden wat eten. En verder ga ik vandaag denk ik eventjes mijn kamer opruimen. Mijn bed verschonen, eventjes stofzuigen. En verder lekker chillen. En oh my god, waarschijnlijk komt ze morgen mijn laptop binnen. En ik kan echt niet wachten. Oh my god, ik ben helemaal excited.
hele kamer opgeruimd, schoongemaakt. Bedden goed verschoond, dus ik kan er weer even lekker tegenaan. En ik heb ook even gelijk gedoucht en ik ga nu even in mijn bed filmpjes kijken. En even lekker chillen. Nou jongens, ik sta even in de keuken. Ik ga eventjes weer lekker wat eten maken. Rijstwafeltjes met avocado en tomaat. En dan het lekker eten. Logisch. Oh my god jongens, dat binnen zitten is niet goed voor mij. Ik heb net nieuwe Jordans besteld. Maar goed, ze zijn wel echt super nice. Ik ga ze even laten zien, momentos. Ze zijn er zeg maar net uitgekomen, het zijn deze. Ja, ik vind ze echt super ziek. Maar goed, ze waren dus wel helemaal uitverkocht natuurlijk, want ik was er niet op tijd bij. Dus ik heb ze nu via, even kijken, StockX besteld. Voor 215 euro. Dus dat valt op zich nog mee, vind ik. Ik heb vanmiddag mijn make-up stash opgenomen. Heb ik dat al gezegd of niet? Ik weet het niet. Nou, in ieder geval, ik ga eventjes lekker douchen. En dan ga ik mijn pyjama aan. En dan ga ik lekker mijn bed in. Het is 8 uur. En dan ga ik lekker films kijken de hele avond. Genieten van mijn nieuwe aankoop. Die pas over 2 weken binnenkomt waarschijnlijk. Maar goed, ik kan echt niet wachten tot ze binnenkomen. Oh my god, helemaal blij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik zocht wat, maar dan ben ik niet meer... Oh ja, ik weet het wel. Ik heb me al lekker gedoucht en omgekleed. Ik heb gewoon een simpel shirtje aan van de Zara en mijn Levi's broek. Mijn Zara bestelling is net binnengekomen, dus dat betekent dat ik vandaag de shoplog kan gaan opnemen. En als het goed is, komt vanmiddag ook nog mijn laptop binnen. Intussen pak ik even iets voor United wat ik moet inpakken. Nou, want ik moet er ook weer even wat pakketjes op de post doen. Ja, en als goed komen ook die spulletjes binnen voor armbandjes maken. Het kleurtje wat ik op mijn gezicht had vorige week is een beetje weggegaan. Dus ik wil ergens de komende dagen ook wel weer een beetje in de zon gaan zitten. Oh ja, en ik heb ook een agenda besteld. Die komt dus ook vandaag binnen, want mijn agenda die... was gestopt, zeg maar, bij december. En ik merk nu wel gewoon met schoolopdrachten en zo dat ik het wel gewoon allemaal eventjes op een papiertje wil hebben staan. Want anders dan ben ik heel chaotisch. En ik ben niet zo iemand die het in mijn telefoon kan zetten of zo. Daar ga ik heel slecht op. Ik weet niet of ik de enige ben of dat andere mensen dat ook hebben. Maar ik kan echt niet een agenda in mijn telefoon hebben voor schoolopdrachten en dat soort dingen. Want... dan wordt het één chaos voor mij. Maar goed, dus ik heb even weer een nieuwe agenda besteld. Die komt ook vandaag binnen. Dus het is één groot pakketje staan vandaag. Wat leuk. Nou jongens, ik ga me heel even opmaken. Zodat ik er een beetje normaal uitzie als ik de video ga opnemen. Van de shoplog. En dan ga ik in de tussentijd even Temptation aflevering kijken. Mijn laptop is nog steeds niet binnen. En nou, er stond ook niet dat hij vandaag binnen zou komen. Maar... nou, tenminste, eigenlijk stond het op de website van wel. Dus ja, ik hoop gewoon dat hij nog komt vandaag. Maar in ieder geval, ik ga voor nu even wat make-up op doen. En tussen de Temptation kijken. En dan ga ik daarna de video opnemen. Alleen mijn buren zijn dus hun tuin aan het verbouwen. Dus ze zijn de hele tijd aan het zagen en aan het doen. Dus ik hoop dat het nu even stil blijft. Want het is nu al een tijdje stil. Dus ik hoop dat het nu even een tijdje stil blijft. Dat die... we gaan letterlijk nu weer beginnen. Oké. Ik hoop dat het gaat lukken. Oké, jongens, ik ben dus nu bezig met de... aanbeelden van de shoplog, maar mijn laptop is er. Ik heb een mooie packaging. Oh yeah, my baby. Jongens, I'm so happy. Oké, we gaan even. Wat fijn. Helemaal fijn dat ding is. Oh my god, ik ben zo blij. Oké, nou goed. Ik ga heel even snel door met het filmen van die aanbeelden. Want anders dan heb ik daar geen tijd meer voor. Dus dat ga ik eventjes doen. En ga ik daarna lekker mijn
MacBookje instellen. Oh, ik ben helemaal blij. Oh, nou, ik ben klaar met filmen. Ik ben er helemaal buiten adem van. Ik heb het helemaal warm. Ik ga even naar beneden even wat eten. Want ik schouw echt bijna van mijn gaat. Maar ik heb echt in tijden niet zoveel items die ik niet leuk vond aan de Zara. Tenminste, ik vond het super leuk allemaal. Maar heel veel stond gewoon niet mooi, passen niet mooi. Dus ja, dat is jammer. Maar die video staat voor jullie dus al online. Ik ga nu even met mijn schatje naar beneden toe. Om eventjes het in te stellen in de tussentijd dat ik aan het eten ben. Ik ben er zo blij mee. Oh my god. Nou jongens, ik ben al de hele middag lekker bezig met het instellen van mijn laptopje. En hij heeft dus ook Touch ID. Dat wist ik dus ook niet. Daar kwam ik ook achter. Maar goed, ik ben helemaal blij dus. Maar er zijn nog wat pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik eventjes openmaken. Ik verwachtte eigenlijk nog een pakketje. Maar die is niet gekomen. Dus ik ben benieuwd wanneer die dan wel komt. Maar voor nu heb ik een paar andere leuke pakketjes. Een pincet is hier nou zo bot als weet ik veel wat. Want ik ben allemaal pakketjes vandaag al aan het openmaken met een pincet. Maar goed, we moeten wat. Oh ja, trouwens, toen ik vanmiddag mijn pakketjes ging wegbrengen, heb ik ook nog een nieuw nagelvel gekocht. Ik heb niet vergeten uit mijn tas te halen straks, voordat ik dat ga vergeten. Om te beginnen van die naam, letterdingetjes. Superleuk. Dit zijn allemaal spullen voor arbeidsweet maken. Dan heb ik ze ook met goud. Die zijn wel iets groter. Ik dacht ook wel dat die even groot als die waren. Maar heel erg leuk. Dan heb ik wat van die sluitingachtige dingen. Van die ringetjes. Maar ik had net dus de doos gevonden met al mijn armband maakspulletjes. En ik had echt wel super veel van die dingen. Maar goed. Van dit koord. En dit is super lang. En ik vind de kleurtjes zo leuk. Dit is een beetje een soort van ja, mandarijn oranje. En dit is een beetje ja, beige goud. En dit is dus hetzelfde soort als dit. Dus zo kan ik zelf ook dit soort armbandjes maken die hierbij passen. Dus dat vind ik super leuk. En het was echt super goedkoop. Want ik heb ook nog deze. Het is wat dunner. En die is een beetje groen nog. Ook super leuk. En ik was dus voor dit alles, was ik volgens mij iets meer €12 kwijt. Dus dat vind ik zelf echt niet duur. Ik heb dit besteld bij dreambeats.nl. Voor als je het ook wil bestellen. Want het is natuurlijk super leuk om nu in deze tijd lekker eventjes creatief bezig te zijn. Goed, dan heb ik dus ook nog een agenda gekocht. Dus niet heel boeiend. Dat is deze. Die heb ik eigenlijk altijd van Moleskine. Vind ik gewoon super chill. En ik ga zo meteen gelijk even invullen. Want wat ik de komende tijd alvast moet erin hebben staan. Zo, ik kom ook niet meer uit mijn woorden. Maar goed. Ik ga lekker even wat filmpjes kijken. Even chillen. Even mijn agenda een beetje indelen. En ja, lekker chillen vooral. Nou, ik had eventjes mijn oude dozen allemaal tevoorschijn gehaald van mijn kralen. Maar het was helemaal door elkaar gegaan. Dus ik was begonnen met sorteren, maar ik kon het niet meer aan. Dus ik heb het allemaal maar weer teruggegooid. En ik heb ook nog een aantal kleuren touw besteld. En volgens mij is dat dus zeg maar dit soort touw. Zo kan ik ook zo'n soort armbandje maken. En dan in plaats van hier een bedeltje dacht ik leuk, die naamdingen. Maar ik weet dus niet of dat het touw is of dat het dikker is. Want dat kon ik niet heel goed zien. Maar goed. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is nu 11:50. En ik heb net de video afbewerkt en even foto's gemaakt voor de thumbnail. En ik ga nu even de thumbnail maken en dan kan ik de video zo uploaden voor vanmiddag. Dus dat stop. En er is een pakketje binnengekomen. Ik heb namelijk van Capi Jewelry echt de allermooiste oorbel ooit gekregen. Nou, zoals jullie sowieso weten draag ik heel graag allemaal verschillende oorbelletjes. Ik heb nu wel redelijk dezelfde aan de beide kanten. Maar ik vind het dus gewoon heel erg leuk om een oor iets anders te hebben dan het andere oor. En ik heb deze oorbel gekregen. En het is een ringetje en dan met een hartje eraan. Ik vind deze zo leuk. Ik ga hem ook echt vanmiddag meteen in doen. I love it. Het zijn echt van die basic dingetjes die ik gewoon echt super leuk vind. Heel erg mooi vind ik hem. En die is dus van Capi Jewelry. Echt, ze hebben een hele mooie sieraad. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Want echt, I love it. So muchy. Maar goed, het wordt vandaag weer best wel lekker weer volgens mij. Dus ik ga lekker zo meteen in de tuin eventjes wat eten. En lekker gewoon in mijn pyjama in de tuin zitten denk ik.
Even mijn gezicht wat bijkleuren. Want dat mag gebeuren. Even hopen dat dit wondje op mijn neus ook weggaat. Ik had laatst dat ik echt een boeddha-stip hier. Nu heb ik hier één, hier één. Oh, I hate it. Maar goed. Ik lig lekker even in mijn bed. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik vanmiddag nog gevlogd heb. Maar ik heb vanmiddag lekker in de tuin gechilled. Mijn wangetjes hebben weer een kleurtje gekregen. En we hebben net lekker gegeten. En ik lig nu even in mijn bed. Ik ben echt super moe. Ik weet niet hoe laat het is. 19:30. Nou, kun je nagaan. Ik heb vandaag weer wat dingen lopen bestellen. En ik moet echt stoppen. Het is echt niet meer oké. Ik heb van Gisou zo'n mini set gekocht. Want dat is er nu dus. Ik zag net op Insta dat het al wel uitverkocht was. Maar je kan dus zeg maar... je kon het zeg maar dan bestellen. En dan, het is een set met reisminiaturen zeg maar. Van de shampoo, conditioner, masker en de heat protecting spray. En dan had je nu dus zeg maar het tweede set dat je die gratis kreeg. Dus daar heb ik er ook eentje voor mijn moeder. Maar ja, dat was wel €50. Maar ik ga vanaf nu echt stoppen met dingen bestellen. Ik wil heel graag armbandjes gaan maken. Maar wat ik wil maken, daar heb ik touwtjes zeg maar voor nodig. En die zijn nog niet binnen. Dus daarvoor moet ik nog wachten tot die binnen zijn. Ik hoop dat die morgen of overmorgen komen. Ik weet echt niet waarvan ik zo moe ben. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En even een pakketje binnen. Ik ben aan de trap. Snel opgelopen. Kan niet meer. Nou goed, ik had bij Boo wat van die bikershort dingen besteld. Die zijn dus binnen. Oké, ik heb deze. En deze kleur vind ik echt top. Het is toch te leuk. Ik hoop dat ze een beetje goed passen. Niet dat het te los zit. Maar dit is een beetje een paars. Mijn ouders zijn terug van boterham. Het is heel vervelend, deze seconde. Maar goed, dit lila kleurtje. Maar het is wel een beetje een soort dun stofje. Dus ik moet even kijken hoe het valt. Dan dit beetje turquoise. Nou, ik heb dus dit een beetje turquoise kleurtje. En ik heb gewoon een zwart kleurtje. Maar deze is volgens mij in een maatje groter. Even kijken. Ja, die heb ik in de maat 36. En deze heb ik in de maat 34. Dus ik hoop dat het past. Maar goed, dat ga ik dus zo meteen eventjes passen. En ik denk dat ik vandaag weer lekker in de tuin ga chillen. Zo, ik zal eventjes laten zien hoe die biker dingen aanstaan. Nou, ik heb nu die zwarte aan. En dit is dus een maat 36 volgens mij. En hij zit best wel lekker, dus dat vind ik wel chill. Ik ben ook benieuwd hoe die andere zitten, want deze zit eigenlijk gewoon best wel prima. En die andere heb ik dus nog een maatje kleiner. Want ik dacht eigenlijk dat ik alles in 34 nodig had. Maar deze was er niet in 34, dus deze had ik toen in een 36 besteld. Maar I like it. Ik ga even die andere passen. Maar deze past ook gewoon. Ik vind het zo'n leuk kleurtje. Leuk met een oversized shirt erop. I like it. Deze schijnt wel een beetje door. Maar in principe zou ik er sowieso gewoon denk ik een oversized shirt of zo op dragen. Dus ja, dat vind ik ook echt heel leuk, die turquoise. Yeah, nice. Ik ga deze week ook gelijk even aanhouden. Het zit wel lekker. Ik ga nu even lekker in mijn bed chillen. Even filmpjes kijken. En ja, het is best wel koud buiten. Ik dacht eigenlijk van ik ga lekker in de tuin zitten. Maar ik vind het een beetje koud, dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben echt heel erg moe. En ik kreeg gisteravond echt een mega erge soort migraineaanval of zo. Echt niet normaal. Dus ik lag echt al om 6:30 in mijn bed. Maar goed, ik heb wel dus echt lekker geslapen vannacht. Nou, tenminste, lekker is een groot woord, want ik ben heel vaak wakker geworden. Van de hoofdpijn, maar wel lekker veel geslapen. Het is nu, even kijken, 11:15. En ik lig nog lekker even in mijn bed. Ik ga zo even wat eten. Maar goed, mijn goed, ik ben echt kapot. Nou jongens, ik heb mezelf een beetje opgekampt vater. En ik ben eventjes mijn was aan het opvouwen. En ik ben dus eventjes in te zetten met Fleur aan het appen. Want we zijn een beetje aan het kijken voor opleidingen. Want we twijfelen dus heel erg.
Ja, dat. Oké. Okay. Trouwens, waar ik nu dus achter kom, en ik ga hier heel goed op. Ik heb dus een pyjama shirt van Colin Rebel. En dat broekje, die ik gisteren dus heb laten zien, precies dezelfde kleur. Dit is heel fijn. Dat vind ik echt heel fijn. Nou goed, ik ga even door met mijn was. En dan ga ik daarna lekker naar beneden. Het is vandaag echt koud buiten, man. Echt jammer, maar goed. Even wat eten. Daarna, het is nu trouwens 2 uur. Nou jongens, het is inmiddels 5:30 of zo. Ja, 5:30. 5:40. En ik heb even een beetje mijn kamer opgeruimd. En wat dus echt super chill is, zeg maar, de mensen van de laptop, zeg maar, die mijn laptop gingen proberen te repareren, die hebben dus nog mijn data eraf kunnen halen. Dus nog een aantal dingen die ik echt wel nodig heb voor school. Gelukkig hebben ze eraf kunnen halen. Dus die heb ik. Thank God. Ik ben heel erg blij mee, want het zijn gewoon echt hele vervelende opdrachten als ik die opnieuw had moeten maken. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga nu even lekker chillen. Ik denk dat we straks gaan eten. Dus ja, misschien dat ik even mijn nagels weer ga lakken. Nou, ik ben even films aan het kijken. Maar ik heb dus even mijn nieuwe oorbel ingedaan. Van Capi Jewelry. En ik ben er echt zo blij mee. Ik vind dit soort oorbelletjes wel altijd echt heel erg vervelend om in te doen. Maar als ze eenmaal in zit, is het echt super leuk. Maar goed, ik ben even lekker filmpjes aan het kijken. En we gaan weer lekker een burger eten vanavond. Ik wil eigenlijk wat gezonder gaan doen. Maar joh, ik heb nog de hele quarantaine om gezond te doen. Het is vandaag zondag en het is wel het einde van de middag. Ik ga zo meteen de vlog bewerken, dus ik ga hem ook afsluiten. Ik ga namelijk echt helemaal niks meer doen, vandaag lekker chillen. Dus ik kan hem beter al afsluiten. Dus vond je het leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei doei!